Siska, iedere mama en papa wil de kinderen waarden en normen meegeven. Wat is voor jou het belangrijkst? Ja, ik vind zo op de dag van vandaag respect voor iedereen. Of dat je nu hetzelfde denkt of anders denkt. Als je dan kijkt naar wat er gebeurd is in Beveren, bijvoorbeeld. Dat is iets, ja, mijn 10-jarige hoort dat ook. En je snapt dat echt niet. En dan moet je uitleggen van ja, er zijn mensen die iemand die anders geaard is, echt haten. En die kan er niet van over, wat ik natuurlijk heel schoon vind, maar die is ook maar 10 jaar. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. En ik geloof dat alles begint bij respect zo. En dat wil ik, die respect voor mensen die anders zijn, maar even respect in een discussie, respect in een ruzie, respect in een vriendschap, respect naar iedereen toe gewoon. Van, voor elke mens en al, ja, voor mens en natuur zo. Dat klinkt zoals stom, maar ik denk dat we dat echt wel wat doen. Ja, klopt. We respecteren elkaar een beetje. Ja. Je hebt thuis wel wat kinderen rondlopen. Vul eens aan. Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen. Grote zorgen, hè? Ja, is dat zo? Is dat zo? Ja, die zijn nog niet echt groot natuurlijk. Die zijn 16, hè? Dus een oudste is 16. Dus dat valt wel nog mee. We hebben eigenlijk brave pubers. Zo, die zijn zo langs. Maar ik denk dat wij ook wel... wij doen wel heel hard van pick your fight. En is onlangs mijn oorbel thuisgekomen. Dan denk ik, ah ja, ik vind dat mooi. Ik vind dat ook echt mooi. Dus ik vind dat ook niet zo'n probleem. Ik zei ook, ja, en die schrok dan wel zo van, oeh, vind je dat niet kwaad? Ik zei, nee, want ik vind dat echt mooi. Dus ik zie het probleem ook niet. Dus en ik kan me voorstellen dat bij andere ouders, dat die zeggen, waar heb jij nu aan een oorbel? Ik zei, als jij een tattoo wilt, zet een tattoo. Dat is uw lijf zo. Ik ga mij niet, dat boeit mij echt niet. Dus voorlopig zijn wij nog... Maar, hout vasthouden, van zware puberstreken gespaard, maar dat is misschien ook omdat wij er wel heel open mee babbelen en zo. Dat zal misschien ook wel wat... Natuurlijk, die moeten ze kunnen rebelleren en ik verwacht mij nog wel wat aan wat fratsen, maar dat hoort er ook wel wat bij, hè.